FC Eindhoven staat aan de vooravond van misschien wel een historische stap. Promotie naar de Eredivisie. Morgen start de nacompetitie voor het team van Jean-Paul de Jong uit bij Volendam. Gezonde spanning dus. Ik denk dat op zich een gezonde spanning ook heel goed is. Hè. Daardoor kun je pieken met elkaar. Maar het moet wel de juiste spanning zijn. En nou, daar hebben we getracht om daar een voorhand al enige voorbereidingen voor te treffen. We trainen iets anders, iets gedetailleerder. Omdat deze wedstrijden toch vaak beslist worden op de details. En ja, verder moet ik zeggen dat de groep er heel goed mee omgaat. Iedereen is toch wel ontspannen ook. Maar weet ook dat het dadelijk moet gaan gebeuren. En ja, dat is wel goed, denk ik. Vorig jaar speelde FC Eindhoven ook al om een plekje in de Eredivisie. Toen ging het mis tegen Sparta. Maar het vertrouwen is dit jaar veel groter. Kun je op basis van onze resultaten natuurlijk ook niks anders zeggen. Als je 80 punten haalt, dan ben je... Verleden jaar werd Willem II kampioen met 79 punten. En wij nu 80 worden we tweede. Maar, zeg ik er ook bij, de garanties die heb je niet. Dus dat hebben de spelers ook meegegeven. Het is gewoon weer, je begint gewoon op nul met 2 wedstrijden. Waarin, ja, net wat we aangeven, ook details beslissend kunnen zijn. Vorig jaar moesten we ons op de laatste speeldag nog veilig spelen voor de play-offs. En nu wisten we het al vrij vroeg, dus hebben we er echt naartoe kunnen leven. En ja, nou stromen we dan ook in de tweede ronde, zeg maar. Dus wat dat betreft is het geloof heel groot, ja. Sinds 1977 speelt FC Eindhoven niet meer op het hoogste niveau. Ook bij de fans is het vertrouwen groot dat het dit jaar zomaar kan gebeuren. Ze waren vandaag aan het werk, maar met hun gedachten al bij morgenavond. Ja, het is gewoon uniek met dit elftal. Dat is het presteren met zo'n weinig geld en zo hoog eindigen. Dus ja, keileuk. Al super natuurlijk. De laatste keer was in 75. Ik was 3 jaar, dus ja, heb ik niet meegemaakt. Maar ja, nu is het wel heel spannend. Het begint wel te kriebelen. De echte supporters, ja, die willen maar één ding: eens een keer tegen PSV weer voetballen. En op het hoogste niveau. En ik denk dat deze groep waar we nou mee voetballen, dat kan. Dat kan gebeuren. De spelersgroep is goed. We kunnen verder bouwen. En ik denk dat als het nu niet gebeurt, dan zullen we wel weer enkele jaren moeten wachten. Want dan gaan de spelers misschien wel vertrekken. En moeten we weer opnieuw gaan opbouwen. Ik denk dat we nu een hele goede kans hebben. Morgen reizen er 300 supporters mee naar Volendam. Zondag is de returnwedstrijd in Eindhoven. En als er afgerekend wordt met Volendam, volgt de finale voor een plek in de Eredivisie tegen de Graafschap of Go Ahead Eagles.